Welkom bij Nu Moet Het Toch Zijn, de speciale Sinterklaas editie op het VCL. Daar is Maurits. Maurits, hoi Maurits. Dat is Mees, onze geluidsman. Zal de cameraman zelf, film zelf even. Daar is hij, hoi! Welkom bij Nu Moet Het Toch Zijn bij het VCL. We hebben wel zin in een lekkere kop koffie, dus dat gaan we hier even proberen. Ja, we gaan de gastvrijheid van meneer Nederlof testen. Hallo, we hebben een vraag voor u. Pardon, man? We hebben een vraag voor u. Een vraag? Ja, hoe gastvrij is Peter Nederlof eigenlijk? Heel goed, maar niet nu. Hoezo niet? Nee hoor. We hebben... Meneer Nederlof? Meneer Nederlof? Nou, dat was een waar succes. Nou, we kunnen concluderen dat de heer Nederlof totaal niet gastvrij is. Maar we zijn nu bij mevrouw Vliegen, want we hebben ontzettende trek en een lekker kop thee. En bij wie kun je wat beter doen dan met mevrouw Vliegen? Laten we zitten. Hallo, Okke Lohman, hallo. Okke, hoi. Hoi, Geeland. Dit is Maurits. Dus Sinterklaas. Ik ben hier met Charles en Mees. Hi Mees. Zijn jullie prachtig tegen? We vroegen ons af, hoe gastvrij is het VCL eigenlijk en hoe gastvrij is mevrouw Vliegen? Op dit moment niet zo heel erg. Nee. Ze heeft eetbezoek en ze is bezig in de keuken. Oké, okay, nou, volgende keer komen we morgen weer langs. Ik hoop dat het VCL Oké, tot ziens mevrouw. Dag mevrouw. Nou, dat was dus weer geen succes. Jammer. Gaan we. Op naar meneer Lunch. We staan bij Lunch, we gaan aan. Dag. Hallo Lunch. Wij testen de gastvrijheid van het VCL. Hoe is CL? Hoe gastvrij ben Hoe gastvrij is meneer Lunch? Hoe gastvrij is meneer Lunch? Ik ben er wel heel gastvrij. Sterker nog, ik ben zelfs zo gastvrij dat ik nu al gast heb. Nee. Ah, mogen we niet even gezellig met uw gasten gaan? Dat is zo mooi. Even gezellig, jongens. Nee, alsjeblieft. Nee, jongens, ik vind het leuk dat jullie er zijn, maar serieus. Maar hadden we nou echt verwacht dat meneer Lynch wel zo gastvrij zou zijn? Ja, ik ben ook best... Ze zijn helemaal naar voorburg gereden. Ja, dat geloof ik. Maar er zijn al mensen, dus helaas. Helaas. Nee. Kunt u dan even een vrienden halen? Dat is wel even kennis kunnen maken. Nee, jongens. Het is maar geweest. Kom maar, jongens. Kom maar. Jongens, helaas. Zelfs meneer Lunch is niet gastvrij. Waar moet het heen met het feestje al? Waar gaan we? Dag meneer Lunch. Stop eens even. Ik blijf maar proberen. We zijn nog nergens binnengelaten. We hebben echt fucking honger, dus we zijn ook een beetje chagrijnig hier, toch? Ja. Ik vind het gewoon echt godverdorisch. Oké, dus de rest was nog één optie en dat is natuurlijk onze lieve mevrouw Tujar. Ahoy. Die ja, dus we gaan het even proberen en als het niet lukt, nou, dan weet ik het ook niet meer. Wij testen de gastvrijheid van het VCL. Hoe gastvrij bent u? Maar dat heb ik helemaal niet. Ik heb op jullie niet gerekend. Maar dat maakt niet uit. Komt u mij toch goed? Yes! Eindelijk! Ja, zo'n heilige. Dat is mijn dochter. Kom maar binnen. Willen jullie wat drinken? Ah ja, fantastisch. Ja, lekker! Tot morgen!
bij meneer Kalf langs. Goed, we gaan nu eens aanmelden bij de heer Kalf. Ik kan op de nog wat wiskunde. De laatste hebben. Voor vandaag. Hallo. Hallo. Is meneer Kalf daar misschien? Nee. Is meneer Kalf er niet? Nee. Oh, wat jammer. Ja. Waar is die? Hij is daar, die in de Gentia. Oh, ja. In de Gentia. Ja. Okay. Oh, wat jammer. Nou, kan je de groeten doen alsjeblieft? Oké. Okay. Groeten van het VCL. En groeten van het VCL. Oké. Okay. Doei. Doei. Nou, dat is weer een kind dat niet meer in Sinterklaas gelopen. De conclusie. Ja, we kunnen dus concluderen dat de leraren van het VCL toch weinig gastvrij zijn. Ja, duidelijk niet. Behalve zeker natuurlijk niet. Mevrouw, onze lieve, allerliefste mevrouw Tizar. Ja. Mevrouw Tizar. Ja. Dat was heerlijk verwend. Dat is een uitzondering. Ja. Ja. Nou, dit was hem dus voor deze week weer bij VCL. En nou, het was dus niet zo gastvrij. Maar hopelijk zien we je weer volgende week. Tot volgende week!